Hier aan de Laderhoogtweg in Zuidoost worden bijstandsgerechtigden aan het werk gezet met behoud van hun uitkering. Zonder dat ervoor betaald wordt dus. De gemeente noemt het een reïntegratieproject om deze mensen weer aan het werk te helpen. Maar zelf spreken ze van dwangarbeid. Als je bijvoorbeeld in het Amsterdamse Bos kijkt, daar werken ook mensen die een taakstraf hebben. Er zijn mensen die daar werken in het Amsterdamse Bos, waarvan de kinderen op school zeggen van, nou, jouw moeder of vader heeft een taakstraf, want ik heb haar of hem in een gekleurd jasje zien lopen. En mensen zeggen zelf, als je een taakstraf hebt, weet je tenminste hoe lang het duurt. En als je met behoud van uitkeringen of zonder loon in de bijstand werkt, dan heb je geen enkel idee hoe lang je daar moet zitten. Ook klagen de bijstandsgerechtigden over een gevangenissfeer bij het praktijkcentrum. Wanneer niet strikte orders worden opgevolgd, wordt gedreigd met korting op de uitkering. De belangrijkste vaardigheid is dat je heel goed moet luisteren en geen commentaar hebben. Dat zou je helpen om een betaalde baan aan de onderkant van de arbeidsmarkt te hebben, omdat daar niet altijd een hele goede praktijk is, waar mensen gewoon ook dingen moeten doen die gewoon qua cao of qua afspraken in Nederland niet kunnen. Dat is natuurlijk absurd dat mensen dat gedrag aan moeten leren. Mensen moeten gewoon kritisch kunnen zijn. DWI laat weten zich niet te herkennen in de kritiek. Verantwoordelijk wethouder André van Es zegt in een schriftelijke reactie: het gaat niet om disciplinering of enige vorm van straf. Niemand is voor zijn plezier werkloos en bijstandsgerechtigd. Wel kan het soms confronterend zijn of hard om aan de eisen van de arbeidsmarkt te leren voldoen. Ze zegt verder de kritiek te zullen onderzoeken. De SP heeft al laten weten met de wethouder in debat te willen over de bijstand.